Kruiddampen hangen tijdens de vestingstedendagen boven de oude vestingstad Bergen op Zoom. Kanonschoten en wapengekletter brengen de bezoekers terug in de tijd en laten hen kennismaken met de boeiende historie van onze vestingsteden. Marcherende bataljons, gilden, vendelzwaaiers, kruisboogschutters, steltlopers, maar vooral veel kanongebulden. Het verleden dichtbij. Vestingsteden zijn tastbare bewijzen van een roemruchte historie. In de middeleeuwen beschermden de stadsmuren met daarin poorten de bevolking tegen vijanden. De gevangenpoort in Bergen op Zoom is zo'n middeleeuwse stadspoort die men sloot als er gevaar dreigde. De uitvinding van het buskruid maakte de stadsmuren nutteloos. Ze waren niet bestand tegen het geweld van kanonnen. Aarden wallen en bastions waren dat wel. En die werden vanaf de 16e eeuw aangelegd langs de verdedigingslinie. Zo ontstonden vestingsteden. Een mooi voorbeeld daarvan is Willemstad, waar nu nog gewandeld kan worden over de stadswallen en waar nog veel van de vestingwerken is te zien. Menno van Coehoorn ontwierp de Bergse verdedigingswerken. Het Ravelijn, een ommuurd, verdedigbaar stukje vesting, is daarvan één van de overblijfselen. In een vestingstad waren veel soldaten gelegerd. Ze woonden in deze soldatenwoningen. Smalle straatjes zijn kenmerkend voor alle vestingsteden. Immers, het hele stadsleven speelde zich af binnen de vesting. Alle vestingsteden worden gekenmerkt door een fraai, historisch centrum, waar nog veel te herkennen is uit het verleden. Anno 1998 zijn de monumenten, restanten van vestingwerken en musea de moeite waard om te bezoeken. En om die reden hebben de vestingsteden zich verenigd in een samenwerkingsverband. En op 11 juli werd door de Bergse burgemeester mevrouw Van den Berg het startschot gegeven voor de vestingstedendagen 1998 in Bergen op Zoom. Naast mij zit Kees van Wezenbeek, stadsarchivaris van Bergen op Zoom en voorzitter van de werkgroep die alle activiteiten heeft voorbereid. Op de markt stonden 7 lege tenten. Wat gebeurde daar? De kijkers kunnen het in ieder geval zelf al met eigen ogen aanschouwen. En de mensen die daar geweest zijn, hebben er heel wat informatie kunnen halen bij de verschillende vestingsteden. Het samenwerkingsverband is een verband van 14 verschillende steden die er parat op gaan om alles wat eigenlijk uit het verleden is overgebleven aan het publiek te laten zien. In die tenten kun je dus ook zien eigenlijk waar de sterke punten van iedere stad zijn gelegen, waar mensen voor, zeg maar, naar zo'n stad toe moeten komen. De toeristische attracties en noem maar op. Ja. Hier zien we het staatsleger gevormd door inwoners van Bergen op Zoom. Wat stellen ze eigenlijk voor? Wat we hiermee weer trachten te bereiken is een stuk vestinggeschiedenis van Bergen op Zoom te laten herleven. Bergen op Zoom was een staatse stad met een groot staatsgarnizoen. Even goed even afmelden. En zij willen dat weer tot leven. En zij willen dat weer tot leven brengen. Ja. Zoals je dat hier eigenlijk ook ziet met Den Bosch. Ja. Wij zijn 6 jaar geleden begonnen met het idee eigenlijk. Op dat moment was ik militair, ik was in dienst, ik was bij de artillerie. En in Den Bosch wilde men de vestingenwerken restaureren. Men wilde kanonnen gaan plaatsen op de vestingen. En 6 jaar geleden is er voor de eerste keer in Den Bosch een kanon geplaatst en afgeschoten. En meneer uit Groningen kwam de kanonnen schieten. Vanaf dat moment zijn wij ontstaan.
We hebben in Den Bosch zelf twee grote 24 ponden staan. Die staan op de Citadel. Die schieten wij iedere maand af voor toeristen. Dan is een rondleiding van de kringvrienden van Zetten en Bos en het VVV. En dat, de inleiding dan zullen wij dan de schoteren lossen. We hebben een klein kanon laatst aangeschaft. Daar kunnen we mee op toernooi duidelijk. We gaan oorlogen uitvoeren. Dus bijvoorbeeld Waterloo, bij Loevestein hebben we gevochten. Boertang hebben we gevochten. Met een kleine kanon. Men wil graag de grote kanon daar hebben. Maar je ziet zelf al dat kanon is veel te groot om mee te nemen. Dat gaat niet. En het kost kapitaal, want ik moet een vrachtwagen huren en zo. Dat gaat allemaal. De kostuums, zegt u dat ook wat? De kostuums. Dit kostuum is pas gemaakt. Dit is in België gemaakt. Precies volgens de toenmalige voorschriften. De kostuums van de jongens die zijn momenteel nog geleend. Zeg maar, dus. En daar werken we mee. Op een gegeven moment, als we genoeg geld verdiend hebben, dan komen de kostuums bij. Vind je het ook leuk om in een oud uniform te lopen? Nou, als het voor een show is en het heeft doel, en voor toeristen of zo, het publiek staat wel. Niet om nou een stuk bos te huren en dan daar als een gek een beetje staan te knallen. Dat schiet niet op, dat is niet leuk. Show voor het publiek. Hoeveel kruid gaat er nou in dat kanon? In deze, wegens veiligheid en ja, hard, een knal is hard zat, 160 gram. Maar origineel ging er ongeveer 2 kilo in. Uit welke tijd is dit kanon? De loop is het 1809, het tafuit is nieuw. Want ja, een echt oud tafuit is al lang weggerold, dus het is nu ondergebouwd. Wel precies zoals toen. Er werken 14 vestingsteden samen. Kun jij eens even noemen, Kees? Natuurlijk. Zaterdag zagen we op de Grote Markt de gemeente Brielle, Geertruidenberg, Grave, Hellevoetsluis, Sertogenbosch, Heusden, Hulst, Liesveld met de vesting Nieuwpoort, Maastricht, Naarden, Ravenstein, Willemstad en tenslotte Zaltbommel. En waarom gaan deze vestingsteden nu met elkaar samenwerken? Wat is daar het nut van? De achterliggende gedachte is om meer toeristen naar de steden te lokken. En daarvoor het toeristische product, de historische stad, te nemen. Een van de sterke punten van die steden is dat ze nog een grote of belangrijke militaire geschiedenis hebben. En dat is in de bebouwing of in de omgeving van de stad natuurlijk nog te zien. Ja. Dat kan zijn vestingwerken, dat kan zijn monumentale militaire gebouwen. Zoals we er in Bergen-op-Zoom natuurlijk nog heel veel hebben. Waar kijken we nu naar? We kijken nu naar een promotieact. Dit is dan wel gevuld door mensen uit Bergen-op-Zoom. Kijkers uit Bergen-op-Zoom zullen de gezichten wellicht herkennen. En deze man die speelt op een heel ouderwets muziekinstrument. Die hoort erbij. Ik weet zelf niet eens bij welke gemeente dat deze hoorde. Ik dacht dat hij bij Hellevoetsluis hoorde. Ja. Het was toen nog prachtig weer. Ik moet zeggen dat ik zelf amper de kans heb gekregen om alle steden goed te bekijken. Want we waren druk met de organisatie bezig. En dit is aantrekkelijk voor de jeugd. Op het Catharinaplein werden de vendels gezwaaid. Deze groep die was ook uitgenodigd. Hoe komen jullie er nou bij om speciaal deze groep uit te nodigen? Is daar een reden voor? Nou, daar hebben we het in het begin zeker moeilijk mee gehad. We wilden een historisch decor, een lint, laten ontrollen tussen de gevangen poort, waar de middeleeuwse situatie dan vertegenwoordigd was, tot het Ravelijn, waar de sfeer van het begin van de 19e eeuw opgeroepen werd. Op de Vismarkt moesten dus groepen optreden die midden in dat lint zaten. Dus ook in de periode, midden in die periode. Ja. De 80-jarige oorlog tot eind 17e eeuw, begin 18e eeuw. En zijn dit daar vertegenwoordigers van? Ja, klopt. Dat kun je aan uitmonsteringen en dergelijke zien. Op de manier waarop ze aandacht vragen, gekleed zijn, een act opvoeren en dergelijke. En dat maakt dus de keuze. Je gaat dus groepen zoeken die een 17e eeuwse of een 18e eeuwse uitstraling hebben. Waar kwamen deze ook alweer vandaan? Dit is het Sint-Barbara-gilde uit Ravenstein, een 17e eeuwse gilde. Ja, het publiek heeft ook kunnen horen wat de betekenis is van al het vendelzwaaien. We kijken hier naar het kruisboogschieten. Deze groep kwam uit Grave, dus het kloveniersgilde uit Grave. Eveneens een 17e eeuwse gilde. Ja. Toen wij daar stonden te kijken, vertelde die meneer dat de dames in het gilde met het kruisboogschieten meestal het beste schieten. Was opmerkelijk. Vrouwen hebben een scherp oog.
En er werd druk gebruik gemaakt door het publiek om ook eens te proberen hoe dat nou met zo'n ouderwets schietgeweer ging, zullen we maar zeggen. Kruisboog. Kruisboog, het is geen geweer, het is echt een kruisboog. Ja. Valt nog niet mee hoor, om daar goed mee te schieten. Het leuke bij deze schietbaan is dat het een van de Bergse bedrijven ons geholpen heeft om daar een perfecte afscheiding te maken. Hier zien we de steltlopers uit Zaltbommel. En wat we hier zien is helemaal schitterend. Maar luistert u eerst even. Met kakkerlakken in de midscheeps en rattennesten in het vooruit. Toen hadden wij een kleine jongen als ketelbink bij ons aan boord. Die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van haaien had gehoord. Die van zijn gescholden door de stokers, omdat hij al de eerste dag, toen zij maar net de pier uit waren, als ik zich in de foksel lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zeelui zijn nadelig, zij brengen schade aan de vracht. Het was een hele leuke groep. Waarom hebben jullie die uitgenodigd? Omdat het een hele typische vertegenwoordiging van Hellevoetsluis is. Hellevoetsluis is een zeevesting, dus heeft alles met de zee te maken. En zij beelden het uit als een zeemanskoor. Prachtige groep. Ze hebben na afloop in de tent bij Diederik ook nog een schitterende act gegeven voor alle genodigden die we daar ontvingen. En na het sjouwen eindelijk sliep, dan schold de man die wacht de kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, was in de stille oceaan, terwijl men brulde om zijn koffie, niet van zijn kooi meer opgestaan. Je krijgt echt de neiging om mee te gaan zingen, vind je niet? Nou, dat deed het publiek ook zeker in de tent bij Diederik. En hier zien we dan de loopbrug naar het Ravelijn. En voor Bergenaren is dit een schitterende gelegenheid geweest om het Ravelijn eens langs de andere kant te benaderen, de kazematten. Op het Ravelijn gebeurde er ook een heleboel. Ja, behalve de demonstratie van het Sint-Sebastiaanschilder die hier de thuisbasis heeft, was er ook een demonstratie van de oude schutsen uit Zegtogenbos. En deze zorgde voor de gezelligheid. Uiteraard, want bij dit soort feesten daar hoort muziek, daar hoort eten en drinken. Daar komen grote groepen mensen op af, dus dat hoort er allemaal bij. En dit is natuurlijk leuk om te laten zien dat het echt lukte. En dames en heren, u ziet wel, het regende, maar de activiteiten gingen heel het weekend gewoon door. En hier een schitterende groep. Met een hele moeilijke naam. L'Armée Grouchy de la Marche Saint-Éloi de Védrin. Een van de Waalse groepen met een prachtige uitmonstering in het begin van de 19e eeuw. Met nagenoeg authentieke kostuums. Ja. Wat mij opviel is dat alle groepen die aan de vestingsteden feesten meededen zo ontzettend verzorgd eruit zijn. Schitterende kostuums. En terwijl deze groep loopt door de oude straten van Bergen op Zoom, hier door de Klaverstraat richting Catharinaplein, waar ze hun show geven, kunt u het zelf zien. Dat kleine manneke wat ertussen loopt is natuurlijk vertederend, maar het is helemaal mooi om te zien. Hoeveel mensen hebben de vestingsteden de dagen bezocht? In die 2 dagen samen alles bij elkaar zo'n 40.000.
We zijn hier op het Beursplein. Op het Beursplein was een animatie voor heel veel mensen die daar waren, ook die later naar het openluchtspektakel gingen. Dat had er ook alles mee te maken, het openluchtspektakel en de vestingstedendag. Kun je daar ons wat van vertellen? We hebben heel nadrukkelijk gekozen om het weekend van de vestingstedendagen samen te laten vallen met de start van Diederik. Om zowel qua publiciteit voor Bergen op Zoom het maximale eruit te halen, maar ook om de bezoekers van Bergen op Zoom voor deze dagen ook het maximale te kunnen bieden. Op de vismarkt konden we getuige zijn van het optreden van de Bergse batterij uit Geert Ruinenberg. En die maakte er een hele act van. Vond je ook niet? Schitterende voorstelling. Ze hebben natuurlijk best wel ervaring in Geert Ruinenberg, want ze houden daar jaarlijks vestingfeesten. Zeg maar, wat hier de krabbe voor is, is daar de vestingfeesten. Ja, ze beelden echt uit hoe dat het soldatenleven was. In welke tijd? Ongeveer 1600, begin 17e eeuw is deze voorstelling. Paste dus ook keurig in het tijdsbeeld op deze locatie. Ja, en er gaat weer geschoten worden. Groot kanon geladen. Ja, ze hebben ook een heel verzorgde voorstelling. Opgelet. Kanonnen, wissen. Of visiteren. Het schot is gelukt en de gewoonte is dat als het schot gelukt is, de mannen bij het kanon een baltje krijgen. De mensen van Huize Sint-Catharina zullen deze middag toch ook wel elke keer opgeschrikt zijn door het kanongebulder. Maar ik geloof niet dat ze dat zo erg gevonden hebben, want er was ook veel te zien. Hier zijn we weer terug op het Beursplein. Deze muzikanten animeren het publiek wat staat te wachten tot Diederik weer zal gaan beginnen. Het openluchtspektakel was het hele weekend uitverkocht, is het niet? Ik begreep van wel. Ik geloof zelfs dat toen al op dat moment bijna al andere kaarten ook verkocht waren van andere voorstellingen. En je kunt ook zien dat met zo'n spel, met zo'n openluchtspektakel, Bergen op Zoom een topprestatie heeft geleverd. Ja. Juist ook door die samenwerking van de verschillende toneelverenigingen. Het scenario is door mensen uit de stad geschreven. De decors zijn door mensen uit de stad gebouwd. Wat dat betreft is het een mooi staaltje van goede samenwerking. Ja. Gaan we over naar de bestorming van de gevangenpoort. Ja, die werd gespeeld door de stadsschutterij uit Hasselt en het Gelders Overkwartier uit Horst in Limburg. En deze marketensters vermaakten het publiek voordat de aanval zou beginnen. En het publiek speelt wel mee. Het was de eerste keer dat deze groep in Bergen op Zoom samenspeelde. Ja. En weer het kruid en we zullen het gebulder dadelijk weer horen. Gaat het, kerel, hè? Jawel, kiezen je, kom er maar bij. Kom er maar bij, weet je. Kijk. Wil u erbij? Echt niet? Ik ben wel een stuk, hoor. De poorten zijn inmiddels open. Dit is de schutterij uit Hasselt.
daar gaan ze dan. Deze groepen laten de bezoekers toch wel zien hoe dat in de middeleeuwen zo'n gevecht heeft plaatsgevonden. Natuurlijk niet helemaal echt, maar ze beelden het uit. En ze hebben er zelf veel plezier in. Ja, we hebben ze, mevrouw, we hebben ze. Had u niet gedacht, hè? Ik zal het doodsteken, hoor. Ja, kom op. Mogen we nog een keer? Oh, je was al dood, hè? Want dat is jou. Ja, nee, dat heb ik nog een keer gedaan, hè? Zonder dan. We komen ook nog wat hier. Ja, dat is toch wel erg. Want ik krijg straks wel, hoor. Kop, wat een kop. Nou, wie er meer van wil zien van het Gelders Overkwartier, die moet maar eens naar de kasteelfeesten in Horst gaan kijken. Treden ze daar wel? Daar treden ze jaarlijks op. Ja, jaarlijks, ja. Hier hebben we de Bergse Reuzen. Ja, als er in Bergen zomer feest gevierd wordt, zeker als er verkleed partijen aan de hand zijn, dan zijn er al gauw de Bergse Reuzen bij om acte de présence te geven. We hebben de groep van de reuzen vooral gebruikt om het publiek tussen de verschillende evenementen, met name tussen het Catharinaplein, de Korenmarkt en het Ravelijn, toch te vermaken en als het ware mee te voeren van de ene locatie naar de andere locatie. Het is wel een schitterend zicht, zo door de kleine straatjes van Bergen op Zoom met die grote reuzen. Ook maar iets te kort te doen, vond ik zelf dit de mooiste groep die erbij was. Zo uniek van kleren, uniek natuurlijk niet, maar ik had het nog nooit gezien, maar zo ontzettend verzorgd in een act die ze ook weer op gaan voeren. Zij lieten ook mensen uit het publiek meedoen om te exerceren. Er loopt ook weer zo'n klein manneke voor wat de harten steelt, maar als u eens kijkt hoe perfect de kleding verzorgd is. Ja, het is het Maastrichtse regiment. Maastricht is natuurlijk een stad met een toeristisch heel sterk potentieel. We hadden uit Maastricht ook de keuze uit verschillende groepen. We hebben uiteindelijk toch voor het Maastrichtse regiment gekozen vanwege de prachtige uitmonstering. En deze kleren zijn precies als in de 17e, 18e eeuw? Nee, dit is de 18e eeuwse groep. Ja. Moet eens kijken hoe mooi is dat zo eraan komt. Ze groeten elkaar ook. Ze lopen hier langs het kanon van Naarden. Let u maar eens op de vlag die nu naar beneden gaat. Dus ze spelen met elkaar. Net of het echt is. Terwijl ze elkaar nog niet eerder gezien hebben. Want dit is de tweede keer dat de vestingstedendagen gehouden werden. En deze groep uit Maastricht heeft in Geertruidenberg niet opgetreden. Nee. Schitterend.
vooruit naar het vuren. Bij het Travelijn stonden twee kanonnen. Eén uit Naarden en één uit Den Bosch. En ze werden ook regelmatig afgeschoten. Het was leuk om alle handelingen eens te zien die daarvoor nodig zijn. Want dat duurt wel even hoor, zo'n kanon laden. Je moet je ook voorstellen dat ze daar in oorlogstijd behoorlijke tijd mee bezig waren. Ze hadden wel een hele batterij van die kanonnen opgesteld staan, die achter elkaar werden afgeschoten. Ja, en een batterij, wat moet ik daarvan denken? Hoeveel zijn er dan? Dat is verschillend in welke periode dat je praat, maar het zijn steeds eenheden van 12 of 24 kanonnen. Ja. Stuk geladen! Gereed maken tot vuren! Gereed maken tot vuren! Vuur op mijn commando! Vuur op uw commando! Vuur! Vuur! En het is gelukt en er wordt weer een borreltje gedronken. Volgens mij is dat ook de reden waarom die jongens allemaal meedoen, hoor. Zou kunnen, ja. Ja, het is toch een hobby van die mensen om hun vrije tijd hiermee te vullen. Kees, waar zijn de vestingfeesten volgend jaar? In Brielen. In Brielen. Dus die stad kan zich alvast op gaan maken. Nou, na afloop kwamen alle groepen samen op de Grote Markt, wat natuurlijk een heel mooi gezicht was. Jammer helaas van de regen, want anders hadden we hier een prachtige apotheose gehad. En daar hebben we wat anders op moeten verzinnen. En voordat we naar Diederik gaan kijken, zien we hier nog de groepen op de markt aankomen met de reuzen. Kees, ik wil je hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en voor jouw commentaar bij deze uitzending. Graag gedaan. En wij gaan met z'n allen kijken naar Diederik. Op het beursplein worden de mensen alvast in de sfeer van de tijd gebracht. In 1747 zal het ook zo bloedig geweest zijn. De strijd was hevig. Veel gewonden, veel bloed. En op deze manier worden de bezoekers voorbereid op het spektakel dat zich binnen de muren van het Markiezenhof gaat afspelen. Het is vandaag 16 september 1747. De oneenbaar geachte vesting Bergen op Zoom is gevallen door het Franse geweld. Donderdag 16 september 1747. Kruiddamp en vuur, verdriet en ellende beheersen de straten van de vestingstad. Talloze mensen hebben de stad verlaten om te ontkomen aan de gruwelijkheden van de Franse militie. Maar een even groot aantal heeft haard en huis niet verlaten. Straat voor straat wordt in een man tegen man gevecht de stad veroverd. Zonder onderscheid des persoons worden mensen gruwelijk misbruikt, mishandeld en neergeschoten. Op dat moment begint ons verhaal. Een verhaal dat ik, Johannes Jansen, predikant van deze gemeente, van zeer nabij heb moeten meemaken. In de stad wordt hevig gevochten. Alle gewonden worden het Markiezenhof binnengebracht. Ah, het zijn duivels, stuk voor stuk. Heeft u het gehoord, dokter Lombard? Huh? Ja, her en der lagen de half vergane en verrotte resten over de kerkvloer verspreid. Ja, ik vraag u,
is daar nog iets menselijks aan te bespeuren. Dominee Jansen vertelde me daarnet dat ze zelfs in de stroompotten hebben staan te roeren. Niet waar. Ze dachten dat er zilverwerk in zat. Oh. Meneer pastoor, de wereld is compleet zot geworden. De stad brandt als een fakkel. En de soldaten zijn aan het plunderen geslagen. Het is triest, generaal. Maar de maag bloedt uit duizend wonden. Het klinkt wrang, maar u heeft gelijk. Onze enige troost is dat we wellicht geschiedenis schrijven. De vesting die het meest onneembaar werd geacht, is uiteindelijk toch gevallen. La Pucelle ligt op de knieën. Diederik van Palland met zijn zwaargewonde moeder komt de binnenplaats op. Zijn vader, notaris van Palland, is zojuist door de Fransen vermoord. En nu dreigt hij zijn moeder ook nog te verliezen. De volgende! Mama! Naam en adres. Naam en adres. Diederik. Diederik van Palland. Diederik van Palland. En die vrouw? Dat is mijn moeder. Ze moet naar de dokter, meneer. Ze bloedt. Adres. Ze bloedt aan moeder. Adres. Heer, red ons. Wij vergaan. Meneer pastoor, deze patiënt is voor u. Red ons. Ze is niet meer te redden. Maar buiten bewustzijn, godzijdank. Maar dat is mevrouw van Palland. Madeleine. Diederik, mijn beste jongen. Ze gaat dood, meneer pastoor, alstublieft. Ik kan niet heel erg bidden dat ze beter wordt. Ach, maar dat doe ik voor je, Diederik. Natuurlijk doe ik dat voor je. Ik kan je alleen niet beloven dat het helpt. Het moet, meneer pastoor. Anders heb ik niemand meer. Diederik blijft met zijn hond achter en wordt door een ziekenzuster opgevangen. De ziekenzuster brengt Diederik naar een weeshuis. Hij kan niet bij haar blijven. Hij hoopt dat zijn enige vriend, zijn hond Roy, bij hem mag blijven. Maar dat pakt anders uit. Ze zijn niet zo aardig in het weeshuis. Hier zijn de spulletjes en we zien elkaar vast op huis terug. Als het niet rond, dan breng je maar gewoon terug bij ons. Afgesproken. Dat is geen beest, meisje. Dat is een hond. Dat is een hele zeldzame hond. Ja, die fokte ze jaren geleden al in het nonnenklooster. Wat doet dat mormel hier? Hij is van mij, mevrouw. Het is geen mormel. Oh, dat achterlijke gastje denkt zeker dat hij zo'n hondje hiermee in pensioen kan nemen. Jij denkt toch zeker niet, jongeman, dat ik toesta dat jij die schurfleier erbij houdt? Ik zal het voor hem zorgen, mevrouw. En schurf, dat heeft hij niet. En jij gaat helemaal nergens voor zorgen. Brutale flerder dat je bent. Jonathan, ja? Pak dat onbeest op, naai hem in een zak en verzuip hem onmiddellijk in de kaai. Nee, verzuip bij mij! Oh ja, waarom niet? Zal ik jou straks mijn konijntje ook even laten zien? Onverwachts komt de gouverneur op bezoek om het weeshuis te inspecteren. De gouverneur wil graag onmiddellijk met inspectie beginnen, mevrouw. Ja, de gouverneur houdt van avanceren, dat merk je zeker wel. Wie heb je hier media te man? Hij zal nu uw weeskinderen inspecteren. En zijn belangstelling gaat er vooral uit naar de hygiëne en geestelijke verzorging van de pupillen. Nou, we poetsen onze pleuris en we bidden iedere dag onze lieve Heer van het kruis. Zegt u dat maar. Hé, hey, zo'n visage trieste. En waarom kijkt hij zo droevig? Wie is dit? Dat is, god, hoe heet die gast ook alweer? Iets met viezerik of zo. Oma
pas pris mon chien, monsieur le gouverneur. Mais, il parle français. C'est un compatriote qui a pris ton chien, mon vieux. Men heeft hem zijn hond afgenomen. Weet u er iets van? Hond afgenomen? Nou, ik mag niet de plekken doodvallen als ik iets van een hond af weet. Het is voor madame. Alors, qui a pris ton chien, mon petit? Cette femme-là, je vous dis, c'est vraiment un serpent, monsieur le gouverneur. Serpent? Ik? Helaas, mevrouw Van Hooydonk. Het zal u duidelijk zijn dat de gouverneur buitengewoon ontstemd is over uw liefdeloos gedrag tegenover een van zijn landgenoten. Het zal u duidelijk zijn dat een en ander vergaande consequenties voor u kan hebben. En de stichting. Neemt u mij niet kwalijk, gouverneur. Ik moet u nodig over spreken, mevrouw Van Hooydonk. Weet je wat? Ik ga straks wel een woordje voor je doen, zei de gouverneur. De moeder van het weeshuis is zo woedend dat ze Diederik voor straf in een hok laat opsluiten. Na de val van Bergen op Zoom viert het Franse regiment de overwinning. Met een overvloed aan drank en dames van lichte zeden is de stemming opperbest. Een van de Franse officieren herkent zijn vriend Johan. Hij weet dan nog niet dat Johan de lang vermiste broer van Diederik is. Ja. Johan? Doe weer jullie? Waarachter je bent, het echt! Johan van Pallout! Chevalier die woonneem, maar ik moet nog voor je uitkijken. Hé, hey, hoe is het ouwe jongen? Hoe lang is het geleden dat wij elkaar voor het laatst gezien hebben? Meer dan 6 maanden, maar vertel op, wat wil je drinken? Een kruid prinsenbier om te beginnen. Lijkt me ook een woord. Diederik is inmiddels door Josina uit het weeshuis bevrijd. Josina is de vriendin van zijn broer. Johan! Josina! Josina! Johan! Mijn tante Anna zag je dan net in de Potterstraat lopen. Ik ben als een gek naar hier gerend. Na maanden heb ik gedroomd van dit moment om jou in mijn armen te mogen nemen. Eindelijk, het is zover. Hou me vast, hou me heel stevig vast. Ik wil zeker weten dat jij het bent. Oh, Lucina, alles zal weer worden zoals het was. Ik zweer het je. Lucina, ik was daar met mijn ouderlijke woning en mijn ouders. Er was niemand te bekennen. Waar zijn ze? En mijn broertje, waar zijn ze? Mijn god, Johan, je weet niet. Je weet niet dat. Lucina, wat is er aan de hand? Vertel het me. Nee, niet hier, kom. Lucina, wat is er aan de hand? Waar gaan we naartoe? Johan ontmoet zijn broer Diederik en uit verhalen wordt het hem duidelijk dat het zijn vriend Louis-Philippe is die zijn vader heeft vermoord. Hij besluit wraak te nemen. Louis-Philippe? Die ring had Louis-Philippe? Johan, wat is er? Johan, wees verstandig, jongen. Doe geen gekke dingen. Thank you.
Doet, hoor je dat? Plezier aan de hand, monsieur. We krijgen deze moordenaar te pakken, al moeten we daarvoor heel berg op zo'n overhoop halen. Kom, we hebben geen moment te verliezen. Hij zal de dans niet ontspringen. De pastoor, die weet dat er een begrafenis is, stelt voor dat Diederik en Johan zich vermommen als rouwenden. En zo, tegelijk met de begrafenisstoet, de stad kunnen verlaten om aan de Fransen te ontsnappen. Thank you.